President, dan hebben we de derde ronde gehad, de regering. Dan gaan we over tot stemmen. Ja. We gaan over tot stemmen. Goed, wet van houdende vaststelling van de staatsbegroting van ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 2023. Wet staatsbegroting 2023. Stemmotivatie, fractieleider Parmisser. Voorzitter, deze begroting is een aanslag op ons gezond verstand. Het beantwoordt geen zins op de actuele en de daadwerkelijke uitdagingen. Het negeert de roep vanuit de samenleving en men kiest toch voor een heilloos pad van IMF. Het is zeer non-transparant en men gaat maar door met het verspillend, onsamenhangend beleid. Wij stemmen tegen, voorzitter. Dank u wel, lid Asabina. Voorzitter, bedankt. Ons gevoel, maar ook ons gezond verstand, voorzitter, zullen ons negatief achtervolgen als we voor de begroting stemmen, voorzitter. Wij willen de regering een signaal geven dat het anders moet en het ook anders kan. Dat zaken over een andere boeg gegooid moeten worden. We vinden de begroting niet realistisch. De regering is niet vastberaden en niet doortasten om de middelen te halen daar waar die gehaald moeten worden, voorzitter. Daarom gaan wij tegen de ontwerpbegroting stemmen, voorzitter. Wij stemmen tegen. Dank u. Dank u wel. Leer Kanapé. Dank u wel, voorzitter. Een land zonder een richting komt nergens aan. En leiders die besluiteloos blijven, kunnen niemand ergens naartoe brengen. En men zal nooit in ze moeten geloven dat ze ergens ooit in het leven de toekomst als doel zullen stellen. Deze leiders stellen doelen. Ik denk dat ze morgen ook weer opstaan en overmorgen weer om de samenleving te dienen. Deze begroting is hier. Wij nemen een besluit omdat onze samenleving niet kan voortbestaan zonder een begroting. En tegelijkertijd, zoals we ook gesteld hebben, regering, die evaluatie moet komen. En tegelijkertijd de bescherming van die samenleving. Maar vergeet u niet te blijven communiceren met uw samenleving. Beheers uw waarheid en laat dat gelden in alle hoeken van deze samenleving. En if you naba money, taki naba money. En zet het ook niet op de begroting voor ons om hier maar gewoon te stemmen. We begrijpen de situatie waarin we zitten. En ga u door om deze samenleving te beschermen. Blijf open, eerlijk en verbindend communiceren met uw samenleving. De ABOPL-fractie stemt voor deze begroting. Dank u wel, fractieleider Gadi. Voorzitter, terwijl velen niet beseffen dat we hier voor een historische begroting staan, voorzitter. Een historische begroting waarbij in de opbouw voor het eerst wij goed opletten wat onze verdiencapaciteit is, wat onze inkomsten zijn en wat de uitgaven zijn. Voorzitter, op basis daarvan hebben wij uitgezet op basis van de inkomsten om verder te kijken naar andere verdiensten of andere hulpmiddelen of leningen om additionele programma te doen. Voorzitter, wij staan voor een punt waarbij we goed zullen keuren een begroting. En terwijl we in de begrotingsbehandeling hebben afgesproken met de regering, zeker voor een aantal zaken, om nog na de begroting te komen met themavergaderingen, om verder te kijken naar een aantal specifieke onderwerpen, voorzitter. Voorzitter, met die instemming roepen we ieder op om voor deze begroting te stemmen, voorzitter. En daarom zullen we voor stemmen. Artikel 1, woord of stemming. Artikel 2, woord of stemming. Considerans en intitulé, woord of stemming. Het gehele ontwerp wordt thans in stemming gebracht zoals gewijzigd. Wie is voor?
27 voor en wees tegen. 12 toch? Ja. Goed, 27 voor, 12 tegen. Betekent dat deze begroting, wetstaatsbegroting 2023, is aangenomen. Regering, gefeliciteerd. Dan.